Yo mensen van Oblivion Gaming, hey, welkom bij een unboxing. Want wat ik ga unboxen is de Logitech webcam, de C920 HD webcam. Daar gaan we nu mee beginnen. Dus ik zet mijn toetsenbord even aan de kant. Ik zet de camera op mijn bureau gericht. En dan gaan wij dat ding eens even unboxen. Kijken of het lukt. Werkt dat? Ja, dat werkt. Helemaal top. Dit is hem. Voor jullie speciaal even zo. Dat is hem. Ik zal even de belichting fixen. Hier hebben wij de webcam. Om te beginnen gaan we hem gewoon even openmaken. Hier is een label, plakbandje. Hoppa. Oh wauw, dat vind ik wel vet. Er zit een schuifdingetje aan. Om hem vast te houden en zo. Maar dat hebben we eigenlijk niet nodig. Maar dat maakt niet uit. Waar maken we hem open? Oh, volgens mij aan de onderkant. Kijk, daar had ik wat voor. Hier. Hoppa. En dan hebben we hem open. Dan hebben we dit. Zal ik even kijken. Die maak ik ook even open. Ding is eraf. En dan hebben we deze. Nou, kan. Even denken, even kijken. Pakken we even deze. Hier hebben wij de welbekende Logitech beschrijvingen. En de kabel. En hier is de webcam zelf. De webcam zit best wel netjes vastgemaakt in de doos. En het is best wel zwaar. Ik weet niet precies hoe zwaar, maar hij heeft wat gewicht. Zo ziet het eruit. We gaan even kijken, want dan moet de dingetjes, dan moet het tapeje eraf, want hier zit een tapeje op. Hij moet er ook maar even af. Heel breed, ik bedoel, hier is de camera, dit is allemaal bij. Ik weet niet precies waar dat voor is, maar ja, het zal een goede reden hebben. Ik zet even mijn microfoon wat beter, zo. We zullen zien. Eens even kijken. Hij kan in principe gewoon staan. Zo. Goed gewicht. Rubber zit aan de onderkant ook. Dus hij zal niet heel goed verplaatsen. Er zit ook aan de onderkant een schroefdraad. Gat met schroefdraad erin. Dus je kan hem ook ergens aan vast schroeven. Ik ga hem waarschijnlijk. Nou, hier zitten rubbertjes. Hier zitten rubbertjes. Het is overal. Het is heel. Het heeft echt veel grip. En daar ben ik wel heel blij mee. En ik denk dat dat wel een heel belangrijk iets is. De hoek is niet zo heel groot. In principe. Even kijken of jullie dat kunnen zien. Dat is de hoek van de camera zelf. En wat ik ga denk dat ik ga doen. Is ik ga nu even dit ding installeren zoals het moet. En dan. Ga ik verder met opnemen met deze webcam. Dus dan ben ik zo terug. Daar zijn we weer. We hebben hem. Hij is klaar. Ik zal jullie even speciaal voor jullie. Laat je dat zien. De webcam die heeft aan de zijkanten. Ik zal hem even nog even spieken waar dat ik dat kan. Hoe ik dat kan in hemelsnaam kan laten zien. Wat ik doe. Dit is zo ernstig dat ik het op deze manier moet gaan doen. Maar wat ik ga doen, ik pak heel even mijn mobiel erbij. En juist, nou heb ik de camera gepakt. Het enige wat ik nog wel jammer vind is dat mijn bril vreselijk reflecteert. Dat is echt heel jammer. Dat vind ik heel jammer. Dat kan ik heel goed zien. Want in mijn scherm, want ik kijk nu naar wat ik opneem. Nu kijk ik naar de webcam. Want de webcam is wel al super mooi. Hij ziet er prachtig uit. Het geeft mooi licht. Past heel erg bij alles. Al dat blauwe dat licht geeft in mijn kamer. Want, zoals je, even wachten. Zo. Ja, dat is heel cliché, ik weet het. Maar,
Even zien. Dat is de webcam. Heel cliché, ik weet het. Maar dat is de webcam. Hij geeft blauw licht. Misschien kan je hem ook wel gewoon zo zien in het ding. Kijk, hij geeft blauw licht. Als ik zo doe, dan doe ik hem gewoon even uit. En ja, dat is dus de webcam. De spiegeling van de webcam. Dus het is wel vet. Ik vind het helemaal prachtig. Plus, wat ik nu gewoon ga doen, is, ik ga nu straks, nou wat ik doe, ik zet alle specificaties even in de beschrijving. Dus als je pers wil weten hoe en wat, hoe goed hij is, dan hoef, ik kan wel wat vertellen, hij is 1080p. Dus dat is super vet. Voor de installatie is nog heel simpel. Wat je doet, is, jij gaat naar de website van Logitech. Daar ga jij naar, komt die support en downloads. Dan heb jij hier bij de webcams. Dan gaan wij naar de webcams. Hier hebben we hem staan, de C920 meer. En daar hebben we hem staan. Dan gaan we naar downloads. En dan kan je hem hier gewoon downloaden. En ik heb dat al gedaan, dus dat scheelt. Zo heb je de software ervoor. En dus wat de software doet, even speciaal voor jullie. Dan gaan we nu even fixen. Want jij krijgt dit schermpje in de Logitech webcam software. Hiermee kan jij de besturing doen. Dat houdt in dat je hem naar links laat kijken, inzoomen, uitzoomen, webcam opties, allemaal dat soort dingen. Je gaat een webcam galerie bekijken en deel het. Bekijk en deel uw vastgelegde afbeeldingen. Je kan je direct opnemen en foto's maken. De voorkeuren staan daar. Het is eigenlijk een beetje duidelijk. Hier zie je mezelf nu weer praten tegen dit ding. Bij de voorkeuren, hier heb je staan waar wil je beelden heen hebben. Allemaal dat soort dingen. Hartstikke netjes, hartstikke duidelijk ook. Daarom ben ik hier zo blij mee. Dus dat was het eigenlijk wel voor deze video. Dus ja, ik hoop dat je dit leuk vond. Abonneer, laat een like achter, deel het met je vrienden. Specificaties staan in de beschrijving. En zet een comment neer. Ik bekijk altijd alle comments. Alles. Ik verwijder bullshit. En ik reageer op gewone nette goede vragen. Dus. Bij deze. Tot de volgende video. Secrets, if you really look at yourself, you would be speechless. What happened to being doctors and teachers? What happened to being your brother's keeper? Nowadays, kids more worried about